Hallo, ik ben Christel. Welkom op mijn channel Christel Bloem. Bedankt voor jullie, al jullie reacties. Jullie weten nou hoe je bij me kan reageren. Dat moet je met op mijn scherm moet je dan die omhoog scrollen en dan helemaal onderin kan je reageren op mijn video's. Ik zou zeggen, word ook abonnee. En welkom ook de mannen. Ik zag dat er meer mannen waren op mijn channel. Dit wordt een mannelijke tweelingziel reading. Misschien dat het iets minder lang wordt als anders. Want we moeten straks nog even weg. Dus en ik was iets later wakker. Want ik lag later op bed. Dus laten we maar gauw beginnen. Wat is de energie van de mannelijke tweelingziel? Ik heb de bovenste rij en daaronder twee verklaringskaarten eronder. Dus vijf kaarten hier en dan twee verklaringskaarten onder elke kaart van de bovenste. Ik heb nog kaarten van Aartsengel, kaarten van de Ring Virtue. Dat heb ik ook al getrokken, want dan denk ik, ja, het is Engels kaart. Als, het dan, als ik het niet kan ontcijferen, dan moet ik het weer vertalen. Dus die heb ik alvast getrokken. Dus geniet van deze reading. Kijken wat er omgaat in een mannelijke tweelingziel. Oké, gaan we beginnen. De algemene energie op dit ogenblik is de Eight of Cups. Ja, hij is een beetje verdrietig. Hij voelt zich hopeloos. Hij voelt zich hulpeloos. Hij zoekt naar het licht. Hij moet, je ziet ook dat hij twee trapjes op kan. Maar dit is eigenlijk dat hij zich een beetje verloren voelt. Hij ziet wel het licht, maar ja, hij weet niet zo goed welke weg hij moet gaan. Is het de linker trap of is het de rechter trap? Dus misschien kan hij gewoon rechtdoor lopen. Kan ook. Dus hij zit een beetje in de zin van, ja, wat moet ik nou? Ik weet het niet eventjes. En hij is een beetje verdrietig wat er allemaal gebeurd is. In de relatie. Dus ja, hij voelt zich eventjes niet heel... fit, geestelijk ook even niet. Beetje hulpeloos. Maar dat wordt verklaard door de volgende kaarten. Dit is de Judgment card. Dus het oordeel. Ja, het komt een oordeel. Hij gaat luisteren. Hij gaat wakker worden. Hij gaat luisteren naar de roeping. Naar die trompet. Dus hij wordt echt wakker. En dan, daar komen ook zijn dromen uit. 9, Nine of Cups is dit. Ja, zijn emoties, zijn dromen gaan uitkomen als hij geluisterd heeft naar de roeping. Dingen gaan komen opnieuw in bloei voor hem. Met hier Judgment. Die gaat opnieuw in bloei komen. Zijn dromen gaan uitkomen. En hij wordt dus de Hierophant. Hij wordt deze wijze leider. Spirituele leider. Die ook anderen kan onderwijzen. Kijk, hij zit echt met een boek. Hij wordt krachtig. Spiritueel, zodat hij ook anderen kan onderwijzen. Een wijze man geworden. En dit is de sterkaart. Hij gaat helen van alles. Hij gaat zich losmaken van alle dingen die hem niet dienen. Hij gaat de situatie helen. Dus zijn wensen komen helemaal uit met deze sterkaart. En dit lijkt wel of de hartchakra ook open staat. En hij kan ook, het is ook blauw, misschien gaat hij ook beter communiceren. Want het is blauw eigenlijk. Maar het zit wel bij zijn hart. Maar waarschijnlijk gaat hij ook meer praten, omdat het ook blauw is. Ja, dit is Six of Cups. Dat is eigenlijk de tweelingzielkaart. Die kinderen die ze zitten te spelen met de cups en elkaar de cup geven.
Ja. Hij gaat de liefde vinden. Liefde uit een vorige relatie waarschijnlijk. Het is wel iemand uit een vorig leven. En de zon gaat schijnen voor hem. Hij gaat zelf ook schijnen. De zon gaat schijnen. Alles is heel positief. En je ziet hoeveel licht hij uitschijnt vanuit zijn hart. Het is tijd dat hij zelf gaat schijnen. Hij heeft de hele tijd dingen geobserveerd, dus de hangman. Hij zag dat hij nou een andere kijk op dingen. Dat hij mag gaan schijnen. Hij mag zijn licht laten schijnen. En hij mag zijn vleugels spreiden. Hij mag zijn eigen helen, hij mag zijn eigen bevrijden. En hij mag zijn vleugels spreiden. En het pad van de licht, van het licht volgen. Ja, hij wordt sterker. Misschien is hij al sterker. De ogen van de leeuw. Dat is de krachtkaart. Hij heeft controle over de dingen. Hij heeft zoveel controle over de dingen dat hij... Hij gaat weg uit de situatie. Dit is de Eight of Cups. Hij verlaat de situatie, want hij wil doorgaan. Hij wil doorgaan met zijn leven. Hij heeft de kracht, hij heeft de controle. Om zijn pad te vervolgen. En weg te lopen uit de situatie. En dat is een nieuw begin. Hij krijgt een nieuw begin. Hij wordt meer vitaal. Want dit is ook Ace of Wands. Staven 1. En meer passie. Nieuw begin voor hem, nadat hij is weggelopen. En hij heeft de kracht gehad om weg te lopen uit de situatie. Want hij wil doorgaan, hij wil niet meer stil blijven staan. Hij wil ook een einde aan deze situatie waarschijnlijk. Ja, en dit is Healings Begins. Dit is uit de kaart dat hij stapt in het bootje. Met zijn vrouwelijke tweelingziel. Dan kan de heling beginnen. Kan hij naar rustigere wateren varen. Ja, dit is de kaart dat hij die cup had geweigerd. De vierde cup. Die aangereikt werd door het universum. Maar ja, hij neemt die cup aan nu. Hij doet niet meer zijn rug ernaartoe. En dat zal dus ook veel beter voelen als hij die cup aanneemt van het universum. Want er komen dan nieuwe kansen voor hem. Ja, en zijn hart. Die is dan helemaal open. Zodat hij ook de liefde kan geven aan zijn vrouwelijke tweelingziel. En hij deze kans ook gaat pakken. En dan had ik die kaarten van de aartsengelen. Hier staat ook. Take back your power. Neem je kracht terug. Aartsengel Raziel. Gebruik Gods gegeven kracht. En intenties om de zegeningen in je leven te manifesteren. Dus... pak je kracht terug, mannelijke tweelingziel. Wat er op het ogenblik speelt, laat je niet onderkrijgen. Maar pak je kracht, zeg aartsengel Raziel. Want je hebt de kracht van God. Pak de controle over de situatie. Pak je kracht met deze leeuw. Wees die leeuw.
En de aartsengel Michael zegt, je bent veilig. Hij beschermt je tegen de lagere energieën. En hij beschermt je voor je huis. Dus aartsengel Michael zegt je dat je veilig bent. Hij beschermt je, wees niet bang. Hij gaat je beschermen tegen lage energieën. Hij beschermt je, je geliefde ook en je huis. Vertrouw op aartsengel Michael. En er staat hier, spreid je vleugels. Hou je niet tegen. Laat je niet tegenhouden. De tijd is nu. Is perfect, staat er. En je bent klaar om te gaan vliegen. Om uit te vliegen. Om door te gaan. Om weg te lopen uit de situatie. Spreid je vleugels. Het is nu de tijd. Hou je niet in. Ga vliegen. Timing is perfect. Ja, dit is wel een hele belangrijke boodschap. Maar aartsengel Michael zegt, je bent veilig. En ga nu eens de tijd. Spreid je vleugels. En neem je kracht terug. Hè, en ga in je kracht staan. Het is nu de tijd om te vliegen. Nou, kijk, andere kaartjes. De flipje kaartjes. Kijken wat die zeggen. Ja. Te veel. Ja, ik denk dat hij vlak voor de beslissing staat. En ze willen ook dat hij dus zijn vleugels gaat spreiden. En dat de tijd is nu. Eigenlijk, hij moet zich niet terughouden. Maar hij is een beetje bang, want hij zegt, ja, je bent veilig. Ja, hij voelt zich een beetje hulpeloos en hulpeloos. Maar ja, het is om tot bloei te komen als hij deze stap gaat zetten. En dat zijn dromen gaan uitkomen. Dus ja, mannelijke tweelingziel, zou je zeggen. Ga die stap zetten. Je wordt beschermd. Misschien ben je bang voor de reacties. Maar je wordt beschermd. Kijken wat de flipje kaarten zeggen. Nou. Je hebt op het ogenblik nachtmerries. Want hij voelt zich natuurlijk helpeloos en hulpeloos. Hij heeft nachtmerries erover. Hij kan niet slapen. Hij staat voor het keuzemoment. Maar ja, hij is nou bereid om de moeite ervoor te doen. Hij steekt zijn nek uit. Hij wil die moeite nou doen. Want ja, hulp is onderweg. Kijk maar. Aartsengel Michael staat hem bij, helpt hem, beschermt hem. Dus hij kan op vertrouwen dat hij het niet alleen hoeft te doen, dat de aartsengel bij hem is, ook zijn eigen beschermengel bij hem. Dus hij kan dat. Ze hebben de controle over de situatie. Hulp is onderweg, wees niet bang. Wees niet bang, mannelijk tweelingziel. Ga je kracht staan. Want je wordt van alle kanten geholpen. Het universum helpt je mee. Ja, is vastberaden in zijn keuzes. Kijk, je gaat in je kracht staan. Je krijgt de controle over de situatie. Je gaat dingen doorhakken.
Dan zie je met dit mes doen ze deze vruchten hakken of snijden. Je gaat dat ook doen. Want je wil vooruit. Je wil vooruit in je leven. Je gaat dingen loslaten. Je gaat weglopen uit de situatie. Ja, en hij wil alles weer herstellen met zijn vrouwelijke tweelingziel. Hier zie je dat Flipje gaat weer een stoeltje in elkaar zetten wat helemaal uit elkaar ligt. Hij gaat alles weer herstellen wat er fout was gelopen in relatie met de vrouwelijke tweelingziel. Hij wil het dolgraag herstellen. Want hij verlangt naar een gelukkig gezinsleven met zijn vrouwelijke tweelingziel. Dit mooie huis. Hij wil met haar te gaan wonen. Zo zou ik die andere nog doen. Doe ik eventjes door midden, want er zijn er zoveel. Nou, die springen er al uit. Deze is gedraaid. Deze is twee, dus neem ik ook maar. Hier nog wat van. Oké. Nou, dat zijn hele mooie kaarten wat eruit gevallen zijn. Oké. Op het ogenblik, maakt hij de heksensprongen. Hij moet zich in alle kanten wurmen. Echt, hij weet echt niet meer hoe hij het heeft, maar hij voelt zich echt hopeloos en hulpeloos. Maakt de gekste sprong op dat ogenblik, omdat hij niet meer weet wat hij moet doen. Hij weet echt niet welke kant hij op moet gaan. Maar dan komt er plotseling een heftig einde aan de situatie. Kijk maar, er staat dingen in de fik. Dit is de toren. De toren brandt af. Er gaan dingen, opeens plotselinge dingen gebeuren in het leven van de mannelijke tweelingziel. Want hij kan natuurlijk niet altijd die gekke sprongen blijven maken. En ook niet zich hopeloos gaan voelen. Een hopeloos universum wil dat niet. Dus die grijpt in. Die zegt, nou is genoeg geweest. Je komt hier met het torenmoment voor je. Dingen gaan afbranden voor je. Want dat dient je niet meer. De judgment, zodat alles weer in bloei kan komen in je leven. Dag van het oordeel. Dit is de dag van het oordeel. Dit is de toren. Ja, en dan, dit zijn ontzettend boze mensen. Die rennen misschien achter hem aan. Maar aartsengel Michael zegt, je bent safe, je wordt beschermd, wees niet bang voor die boze mensen. Want ik bescherm je en ik zal je begeleiden. Mensen kunnen niks doen, want ik sta tussen jullie in. Ik bescherm je huis, ik bescherm je geliefde, ik bescherm alles van je. Ik bescherm jouzelf, ik bescherm deze relatie. Wees niet bang voor die boze mensen. Ja, en hij wil graag dat zijn vrouwelijke tweelingziel trots op hem is. Hij wil laten zien dat hij sterk is, dat hij alles onder controle heeft.
Want er is spijt wat er gebeurd is. Spijt van alles. Ja, hij wil het snel goed maken. Hij wil snel op zijn paard naar jou toe rennen. Hij wil het heel snel, als dit allemaal achter de rug is, als dit torenmoment geweest is, wil hij heel snel naar jou toe. Want ja, wat wil hij doen? Hij wil zijn koningin kronen. Als hij eenmaal op de paard zit, neemt hij zijn kroon mee, gaat hij zijn koningin kronen. Want hij wil een vaste verbintenis met zijn vrouwelijke tweelingziel. Hij vindt dat het tijd wordt, denk ik. Want ik kijk, hij wil union, hij wil samen zijn. Mooie kaarten, hè, die eruit zijn gevallen. Prachtig. Het kan niet beter, deze kaarten. Deze. Hij wil dus samen zijn met zijn vrouwelijke tweelingziel. Hij wil haar kussen, hij wil haar omhelzen. Want zij is een koningin. Dit is de juiste weg, mannelijke tweelingziel. Ga naar je koningin. Ze hoort bij jou. Neem die beslissing. Ga op dat paard. Universum gaat je helpen. Wees niet bang. Aartsengel Michael help je. Wees dapper. Wees die leeuw. Wees diegene die alles onder controle hebt. Ga niet in je angst zitten. Maar ga vooruit. Ik ga nog even kaartjes wat hij nog wat te zeggen heeft. De mannelijke tweelingziel. Dat is de juiste weg. De weg naar je vrouwelijke tweelingziel, mannelijke tweelingzielen. Ik weet dat sommigen ook kijken. Ik heb wat meer mannelijke tweelingzielen. 9%. Is nou mannelijke, of 0,9%. Dus er is een gedeelte mannelijke tweelingzielen die kijken. Het universum houdt zoveel van de mannelijke tweelingziel. En aan alle kanten wordt hij dan geholpen. Als hij die beslissing durft te nemen, dat hij zich in zijn kracht gaat staan. En het leven zal er dan veel mooier uitzien voor hem. Even de andere stapel, want die kom ik echt uitzetten. De mannelijke tweelingziel, heb je ons nog wat te zeggen? Mannelijke tweelingziel, ik channel jou nou, jouw energie, de algemene energie van jou. Laat de juiste kaarten eruit vallen. Hey. Te veel. Nou, ik doe die. Nou, ben benieuwd wat hij te zeggen heeft. Nou, het zijn hele mooie kaarten, vrouwelijke tweelingzielen. Alleen ja, hij is nog steeds bang voor afwijzing. Dus ja, wijs hem niet af. Luister geduldig naar hem als hij komt. Ga niet in de verdediging. Laat hem zijn zegje doen. Laat hem het woord voeren. Onderbreek hem niet te veel als hij komt. Laat hem gewoon zeggen wat hij wil zeggen. Luister aandachtig. Geef hem de kans om zijn zegje te doen.
Ja, en wijs hem niet af. Hij is veranderd. Hij is liever. Hij is getransformeerd. Hij zal een goede partner zijn voor je nou. Hij is echt veranderd, dus geloof daarin. Ja, en zeggen we ja, vertrouw op, we komen bij elkaar. Dat geloof ik ook wel, dat jullie bij elkaar komen. Hij doet zijn best om uit die hopeloze staat te komen. Ja, hij is nog steeds een beetje onzeker. Hij zegt, ja, ik hoop dat ik aan je verwachtingen kan voldoen. Een mannelijke tweelingziel, daar hoef je niet bang voor te zijn. Je vrouwelijke tweelingziel is misschien ook net zo onzeker als jij. Dus waarschijnlijk zijn jullie alle twee onzeker. Misschien denken jullie van, ja, ik ben niet meer zo knap, ik ben al een beetje oud. En ja, misschien vindt hij me wel niet mooi. Misschien ben ik al oud en gerimpeld. En misschien ben ik een beetje fors. Misschien, ja... Dus ja, ze zijn een beetje onzeker, maar de vrouwelijke tweelingziel is dat natuurlijk ook. Dus jullie hoeven alle twee niet bang te zijn. Jullie vinden elkaar gewoon mooi en leuk en ja. En het gaat gewoon klikken. Ga er gewoon vanuit dat het gewoon gaat klikken. Ja, hij zegt ook, ik wil jullie laten zien dat ik nu te vertrouwen ben. Misschien was hij dat in het verleden niet, had hij leugens, was hij leugens en bedrog. Maar hij zegt, ja, ik ben nu te vertrouwen. Ik ben veranderd, ben getransformeerd. En ik zal het weer laten zien. Dus vrouwelijke tweelingzielen, geef hem die kans. Ga niet in je wrok zitten. Ga hem vergeven. Vertrouw hem. Ja, ik kies jou alleen. Hij hoeft aan andere vrouwen. Hij gaat jou kiezen, jou alleen. Wees niet bang dat hij in oude patronen gaat vallen. Sommigen waren vreemd gegaan. Maar hij gaat nou echt voor jou alleen kiezen. Vertrouw dat. Ja, want ja, jij bent zijn lichtpunt in de duisternis. Jij bent mijn lichtpunt in de duisternis. Ja, hij zit nog een beetje in zware energie. Maar dat gaat gauw veranderen als het universum gaat ingrijpen. Die torenmoment komt eraan. De dag van het oordeel komt eraan. Waardoor hij wakker wordt. En zijn dromen uitkomen. Ja, en laat nu nog je lichtje schijnen, vrouwelijke tweelingziel. Het lichtje in de duisternis. Want hij trekt naar dat licht. Hij zoekt dat licht. Zodat hij uit de duisternis kan komen. Dus blijf positief. Laat je lichtje schijnen. Zodat hij je weet te bereiken. Ja, hij zegt ook, ja, ik wil zo graag knuffelen en kussen met je. Ja, misschien heb je heel weinig liefde gehad de laatste tijd. Misschien ook van zijn karmische relatie. Was er weinig genegenheid. Of misschien was hij al een poosje vrijgezel. Dus hij verlangt heel erg om je te knuffelen en te kussen. Dat hebt hij misschien heel erg gemist. En het zou toch anders zijn dat hij een tweelingziel kust dan een andere relatie. Want de energie zou heel anders zijn. Veel intenser. Het is eigenlijk twee zielen die weer, ja, weer de ene ziel gaan vormen, hè. Dus je voelt dan misschien die eenheid. En zo moet het ook zijn. Een tweelingziel die samenkomt met zijn vrouwelijke tweelingziel. Twee zielen die weer één ziel gaan vormen. In een hechte relatie. Oké, dit was mijn reading. Ik hoop dat jullie het beviel. Geef me dan een like, word abonnee. Vertel het door dat ik readings doe, zodat jullie ook andere mensen hun weg kunnen wijzen naar mij, naar deze readings, om hen ook moed en te geven op een reis, misschien ook voor de tweelingzielen. Ja.
Ik zou zeggen, spreid het woord. Laat je lichtje branden. Ga in je kracht staan, mannelijke tweelingziel. Ga richting je vrouwelijke tweelingziel. Het is tijd. Ja, het is nu gewoon tijd. Zaten dus. Wees niet bang. Doe het gewoon. Ga in de kracht. En tot de volgende keer. Doeg!